Ik vraag graag uw aandacht voor. Daar is het. Hans Knappens. Wat ik u wil vertellen vanavond gaat over een engel. Zo'n engel als daar in die kerstboom zit. Houdt u dat in gedachten? Daar gaat het over. De engel zat in de kerstboom. Het was een kerstengel. Het was prachtig. Overal waar ze keek waren er lampjes en kaarsjes en lichtjes en ballen en slingers. En het was geweldig. Oh, wat een fijn plekje om daar boven op die kerstboom te zitten. Hoe ze daar gekomen was, dat wist ze eigenlijk niet meer goed. Ze had een vage herinnering van een handje wat haar daar boven op die kerstboom gezet had. Maar ach, het deed er eigenlijk ook niet zoveel toe. Ze zat daar nou eenmaal en dat was het mooiste wat ze ooit in haar leven beleefd had. Boven op die kerstboom. Wat de engel niet wist, dat is dat kerstmis maar een paar dagen zal duren. En die waren al bijna voorbij. En terwijl ze daar zo zat, doofde een kaarsje na een tijdje. En na nog een tijdje doofde nog een kaarsje. En nog een, en nog een, en nog een. En toen, een uur later, draaide iemand aan een knopje. En alle lampjes gingen uit. Nou, daar zat de engel boven op de kerstboom. Helemaal in het donker. Niemand kon het nog zien. En ze dacht, ach, wat is dit nou toch jammer. Het was zo mooi. En dan zit ik hier in het donker en niemand die het nog ziet. En ik heb niet eens goed opgelet wat er allemaal gebeurde. Ik hoop maar dat het weer snel licht wordt. En het werd licht. De volgende ochtend kwam de dienstbode de kamer binnen. En die deed de gordijnen open. En het licht kwam weer binnen. Maar ja, het was toch een heel ander soort licht dan gisteravond hoor. Want het was een beetje grauw-grijzig licht. Het was eigenlijk helemaal niet zo mooi. Maar ja, het was licht. En de dienstbode was nauwelijks klaar met de gordijnen open te doen. Of ze loopt rechtstreeks naar de kerstboom toe. En begint aan die ballen, de ballen eraf te halen. De kerstballen en de lampjes en de kaarsjes. En alles gaat eraf. En alles gaat in een grote doos. Alleen bij de kerstengel, daar kon ze niet bij. Dus die bleef zitten. Nou, daarna pakt ze de kerstboom rigoureus vast, sleept hem mee en gooit hem op een zoldertje. Nou, de kerstengel zit dus op die kerstboom, liggend, op een zoldertje. En ze kijkt met haar neus omlaag. Rechtstreeks naar een paar planken op de zolder, waar een naadje tussen was en er zat allemaal stof in dat naadje. Nou, daar lag ze dan. Gelukkig was er een klein zolderraampje, waardoor ze nog iets kon zien. Maar ja, het was niet leuk natuurlijk. Het was nog koud ook. En daar lag ze wel 2 dagen en 2 nachten. En ze begon al een beetje te wanhopen van, oh jee, wat gaat er met mij gebeuren? En toen kwam er een muis langs. En die muis zag ze langskomen en ze zegt tegen de muis, ach, je moest eens weten, muis, hoe prachtig het was toen ik nog op de kerstboom stond. Overal lampjes en geweldig. Wat het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. En nu? En nu lig ik hier op die zolder en ik heb alleen nog maar een herinnering. Nou, zegt de muis, dat is toch beter dan niks. Gelukkig heb je die herinnering nog. Zo, ik heb het druk, ik moet weg. En de muis ging er vandoor. En daar lag ze weer. Het duurde wel 5 dagen en 5 nachten. En toen ging het luik van de zolder weer open. En diezelfde dienstbode kwam eraan. Ging rechtstreeks naar de kerstboom toe. Greep dat ding beet. Sleepte hem mee naar beneden. Gooide die kerstboom in het hok waar al het stookhout lag. Zag op het laatste nippertje nog net dat daar een kerstengel op zat. Haalde de kerstengel eraf. Gooide de kerstengel in het hok daarnaast waar het kolenhok was. En dan ligt de kerstengel tussen de kolen in het kolenhok. Gelukkig was er een heel klein kiertje onder de deur van het kolenhok, zodat er nog een beetje licht naar binnen kwam. Maar ja, het was natuurlijk het beste natuurlijk. En de kerstengel had ook zoiets van, ik ga niet praten tegen die kolen. Dat is beneden mijn waardigheid. Ik praat niet met kolen.
hield ze 3 dagen vol. Toen kon ze niet meer. Toen zei ze tegen de kolen, ach, op dat zoldertje was het zo gek niet hoor. Er was een dakraampje en er kwam behoorlijk wat licht naar binnen. En er kwam een muis langs en daar heb ik een leuk gesprek mee kunnen hebben. Het was eigenlijk hartstikke fijn op die zolder. En nu lig ik hier in een kolenhok. Het is bijna donker. Ik vind het hier helemaal niks. Nou, zeiden de kolen, bijna donker. Wij vinden het licht hier prima. Ja, tegen zoveel ongeduld komt de kerstengel niet op. Dus ze hield maar wijselijk weer haar mond en ze zei niks meer. Weken gingen er voorbij. Misschien wel maanden, we weten het niet precies. En toen? Toen ging de deur open van het kolenhok en er kwam een klein jongetje binnen. Het kleine jongetje zag die kerstengel daar zo tussen die kolen liggen en die pakte de kerstengel op. En vond het waarschijnlijk, gooit hem in de kliko. En de klep dicht. Nou, daar ligt de kerstengel in de kliko. Helemaal geen enkel keertje. Hallo, is er ook iemand? Ja, zei een klein leeggemaakt boterkuipje van plastic. Ik ben er. Ach, zegt die kerstengel, je moest eens weten, in het kolenhok was het zo fijn. Ik kon daar nog door een keertje wat licht krijgen en ik heb met die kolen kunnen praten. Het was geweldig in de kolenhok. Het boterkuipje zei niks terug. Het boterkuipje wist niet eens wat een kolenhok was. Het kon niks terug zeggen. Wat een enorme gewat lawaai. En dan stopt een hele grote vrachtauto. De vuilnisman stapt uit, loopt naar de kliko, doet de klep open, doet hem weer dicht, doet hem dan toch weer open, ziet de kerstengel daar liggen, haalt die kerstengel eruit, doet hem in zijn zak, naast een zakdoek die vies was en plakkerig. En dan zit die kerstengel dus in die zak. En dan doet hij de klep weer dicht en gaat verder met het legen van de kliko. De kerstengel zegt, een beetje mompelend in zichzelf, waar ben ik nu weer terechtgekomen? Nou, zegt die zakdoek, die vieze, plakkerige, smerige zakdoek, ik ben een zakdoek en je zit nu naast mij, ik woon hier. Ik woon hier al jaren. Oei, denkt de kerstengel. Wat verschrikkelijk. En ze kreeg het helemaal benauwd. Ik hoop niet dat ik hier jaren moet zitten. Dat lijkt me een ramp. Gelukkig viel dat een beetje mee. Want toen de vuilnisman thuisgekomen was, toen liep hij naar zijn vrouw. Hij pakte die kerstengel uit zijn zak en hij zegt tegen zijn vrouw, hier. En die vrouw pakt het aan en zegt, oh, Arie, wat een mooi ding heb je meegebracht. Jij vindt altijd zulke prachtige dingen. En de kerstengel kreeg weer een beetje hoop op een beter leven. Maar daarna pakte de vrouw een leeg doosje en stopte die kerstengel in dat lege doosje, deed het doosje dicht en legde het in de kast. Weg was de hoop. Weer niks. Dan zit ze helemaal alleen in dat doosje in het donker en ze roept, hallo, is er ook iemand? Er komt geen antwoord. Helemaal alleen is ze dus. En dan gaat ze een beetje zitten huilen. Ach, wat is het toch erg. Wat ben ik toch zielig. En de kerstengel zit te huilen in dat doosje. En er gaan weken voorbij. Van maanden gaan er voorbij. En ze zit daar maar. En uiteindelijk heeft ze alle hoop opgegeven. Het wordt nooit meer wat. En toen? Toen kwam er een klein handje. En het kleine handje pakte dat doosje. Deed het doosje open. Haalde de kerstengel eruit. Ah, oh, kijk eens wat mooi. Kijk eens wat mooi. Die doen we boven in de kerstboom. En de kerstengel begon er helemaal op te vrolijken. En ze begon te denken, oh heerlijk, er gaat toch weer iets gebeuren. En ze kwam boven in de kerstboom terecht. En om haar heen overal lampjes en kaarsjes en kerstballen en slingers en
Geweldig was het. Het was weer alle herinneringen van een jaar geleden kwamen weer helemaal terug. Maar toen dacht ze wel, nu ga ik dus heel goed opletten. Want een jaar geleden heb ik niet zo goed gekeken. Nu ga ik echt heel goed opletten. En ze keek naar beneden, recht omlaag, dus tussen die takjes en kaarsjes en ballen en overal door. En daar helemaal beneden, daar zag ze de vuilnisman. Maar de vuilnisman had wel een heel keurig pak aangedaan, met een stropdas. Hij zag er heel netjes uit. En naast die vuilnisman stond de vrouw van de vuilnisman, met een hele mooie jurk aan. En daarnaast stond een heel klein kindje, het kindje van de vuilnisman en vuilnisvrouw. En het kindje keek zo naar de kerstboom en toen zei hij, wat hebben wij toch een mooie kerstboom. En toen keek hij naar de kerstengel helemaal bovenin, maar de kerstengel vind ik het allermooiste. De kerstengel hoorde dat, kreeg het helemaal warm van binnen. Vergat al haar verdriet en eenzaamheid van het hele jaar. En ze gloeide van trots. En ze dacht bij zichzelf, wat is het toch fijn om een kerstengel te zijn. Dank u.